weer op de sledenonderdag bij Brokken en zo XXL in Gouda. En we hebben vandaag een sledenonderdag. Nee. Nou, dan ben ik nog steeds de enige. Hallo! We zijn een hoop dingen te doen vandaag. We hebben onder andere een wandeling hebben wij net gehad. En we gaan nu verder met een lezing van de dierenfysiotherapeut Erika van Ekeren van Fysio de Pals. En die gaat een uitleg geven over sporten met de hond. Ga je hier in Nederland aan de slag met een step of een karretje of een fiets? Of ga je bijvoorbeeld de sneeuw opzoeken en wil je heel specifiek optrainen naar sneeuwwedstrijden? Dan zijn er natuurlijk ook nog mogelijkheden voor wat betreft de afstand. Wil je met je hond gaan sprinten, dus een korte afstand afleggen? Wil je meer voor de middellange afstand aan de slag? Of ga je echt voor de langere afstanden trainen? Dat vergt allemaal hele verschillende manieren van trainen. Vandaar dus dat ik vandaag wat wil vertellen over weet wat je doet en waarom je iets doet. En maak daar een goed trainingsschema voor als je wilt gaan sporten met je hond. Ik loop in ons 400 team mee als sprinthond. Een heel snel team. Ja, en een hele vriendelijke, enthousiaste hond. Dit is Polar. Polar is een Samoyed. Ja, eigenlijk een heel oud ras. Heel veel haar, zoals je ziet. Wordt meestal eigenlijk gebruikt voor de langere afstanden en voor het hoeden van de rendieren. Echt een familiehond. Maar echt heel vriendelijk en sociaal.
Dit is Felix. Dit is onze Groenlandhond. Ook een heel oud ras. Nog een jonge hond, nog 8,5 pas. Eigenlijk in de categorie van de Samoyeden en de Groenlanden en de Malamoed loopt hij. En we hopen met haar Nederlands kampioen te worden. Nederlands kampioenschap karrewedstrijd voor de sledehonden. En daar doen wij ook onder andere mee in de C1-klasse met deze mooie kar. En de huskies natuurlijk.